Hallo, ik ben Wim uit Sint-Amandsberg. Ik wil graag een toffe namiddag met mijn vrienden beleven. Robin, kan jij misschien ons helpen? Wel, ik doe mijn best. En na een heleboel speurwerk ben ik terechtgekomen bij The Target. The Target is een videogame in de binnenstad. Een soort achtervolgingsspel. En het blijkt zelfs nog uniek te zijn in de wereld. Wie zou er graag de gangster zijn van hier? Wat is The Target precies? Target is een achtervolgingsspel waarbij drie agenten jacht maken op één ontsnapte gevangene. Ze moeten die zien te pakken in de stad door gebruik te maken van gsm en gps. Oké, Geert, jij bent de gangster, jij mag nu vertrekken. Oké. Dus je schiet met je gsm door op de shootknop te drukken als je binnen een straal van 25 meter van je tegenstander zit. Zie ik hem dus om de hoek lopen daar, kan ik snel drukken op de shootknop. Ben ik als eerste, heb ik hem neergeschoten. Kunnen agenten de gangster neerschieten, is het spel afgelopen. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, ja, go! Is het nu in Steendam? Ja. En wij zitten hier? Hier. Dus nog even wandelen. Ja. Oké. Het is echt een fijn spel. En het is nog eens een gelegenheid om je eigen stad nog eens beter te leren kennen. Ja. Oké. En maar het is echt fijn dat je zo die real-time action in je eigen stad kunt beleven. Het gaat wel allemaal heel snel, dat geef ik wel eerlijk toe, dus het is echt wel heel top. Voor de mensen die het spelen, is dat ze echt wel op een heel toffe manier elkaar beter leren kennen. Dat vind ik echt wel, en dat is ook goed leren samenwerken. En wel, we zouden op het einde van de straat naar links moeten gaan. Gespeeld op een vierkante kilometer. Ja, soms voelde dat je heel dichtbij zit, allee, of dat hij dichtbij is, maar begin dan maar eens te zoeken met al die kleine straatjes en steegjes. En dus ja, je zit er soms zo dichtbij, maar om hem echt te vinden, dat is nog moeilijk. Ja, ik kan er niet over. Snap je? Ik heb een duizend lopen. Oh. Ik ga naar buiten lopen, aan de kraan. Het is een soort videogame in real life. We mixen heel veel elementen die je kent van PlayStation of andere gameconsoles in werkelijke wereld eigenlijk. Dus je loopt met een mannetje op het stratenplan, je pleegt virtuele misdaden, je kan een stoorzender activeren, je kan een mijn achterlaten, je kan een kogelvrije vest aantrekken. Het is eigenlijk echt wel een fantastische mix tussen de twee. We zitten vrijdag bij de gangster, maar hij heeft nu net een mijn achtergelaten. Een mijn? Een mijn. Ik kan ontploffen. Juist, als we na een minuut dat die mijn gelegd is, zouden we lopen erop. Als we in de buurt, binnen een straal van 30 meter van die mijn lopen, dan zijn we allemaal dood en moeten we terug naar onze beginsituatie. Oké, ja. Je speelt dit in Gent. Zijn er nog andere steden waar ik dit kan doen? Wel, als particulier kan je alleen maar in Gent en in Antwerpen spelen op dit ogenblik. Later dit jaar komt er Brussel bij. Als bedrijf kan je in heel het land spelen, in alle grote steden en ook in Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Wil er iemand aan de politieagent gaan vragen of hij een gangster gezien heeft? Ze maken nog heel Gent een rap en roer staat. Zo, er is een gangster in Gent. De ideale tactiek om de gangster te vangen is hem naar de hoek van het spelgebied te dringen. Zodanig dat hij nog maar weinig uitwegen heeft. En dan alle straten gaan afzetten en hem stilaan insluiten en neerschieten. Ja! Ja! Zeg, en jij neemt hem zo vast. Zo. Je moet hem zo vast nemen, zo. Achter de rug, allez, hop. Zeg, was het moeilijk? Maar ik ben kapot, joh. Zegt? Zit het hem? Waarom eigenlijk? Lopen. Je ziet die mannen op het scherm komen. Je denkt van, wauw, rap hier een steek in steken om ze te ontwijken. Maar sinds de drie teams is het constant achter je. Je voelt je opgenaaid dat man kan nog niet te doen. Is dit duur? Wel, het kost €80 voor een groep van 4 tot maximum 12 spelers. Dus als je met meer komt, betaal je zelf minder als speler. Dus het is eigenlijk niet zo duur als je vergelijkt met paintball of karting of iets dergelijks. Voilà, Wim. Een spannend spel in de stad, genaamd The Target. Wil je meer informatie? Surf dan even naar www.1.be en laat die vakantievragen maar komen. Maak me maar lekker moe.
stuur je mailtje naar vlaanderenvakantieland@1.be. Oh, ja, oké. Okay. Gevangen.